Vrijdagavond 8 september, de competitie gaat over beginnen voor de dames van Fortuna. Voorzien achter ons al loopt de mooie banner, de juichende dames. En misschien gaan we dit seizoen ook weer metmaken. Want er zijn niet veel wijzigingen in het team, wat afgelopen seizoen maar liefst derde is geworden in hun eerste seizoen in het betaalde voetbal. De enige wisseling in de opstelling van vandaag ten opzichte van het vorig seizoen is dat Myrthe Moraes achterin de plaatje invult van Samantha van Dieren, die wel in de wedstrijdselectie zit. Wat dat gaat weren, gewoon voorzien. Maar Roger Reinders gaat voor het allerhoogste en dat is de Champions League. Dus we zullen zien wat het vanavond gaat geven. Debuut van tegen hun toeswetser tegen PEC Zwolle. Eindstand 3-1. Wie is het zichzelf bevallen? Ja, natuurlijk de eerste keer voor mij ook hier in het stadion. Eerste wedstrijd weer in de competitie. Toch wel een aardige voorbereiding wat we hebben gedraaid. Het belangrijkste is dat we de 3 punten dat we die hebben metgenomen. Vanuit hieruit gaan we weer, verder bouwen. Ja, nou die eerste tegenwoordig waar PEC eigenlijk geknakt. Hè?
Ja, precies. En ik heb eigenlijk het hele wedstrijd het gevoel, als we een eentje scoren, dan komt de rest ook wel. Toch hebben we een paar 100% kansen wel gemist. Maar uiteindelijk viel die 1-1. En toen merkte ook in de ploeg dat misschien een beetje vrijheid loskwam. Dat er toch zo'n eerste competitiewedstrijd dat een beetje druk op zit. Maar ja, uiteindelijk 3-1. Ik denk een prima start. Congratulations with your debut. And I believe you scored the goal of the year already in the first game. It was just great to score on my debut. I'm really happy about that. So that is the quality of you shooting from distance. I'd say that's one of my most furthest back goals. But you know what? I think you just see an opening and you go for it. So a great feeling. It's a great feeling. I'm glad that I could come on and make a difference. And yeah, it was a really good feeling. And next time you're going to start in the team? I'm not sure. We'll see what happens, and I'll just keep working and try my best to help the team this season. So yeah. But you're satisfied with your own efforts? Oh yeah, for sure. I think that I just wanted to go in and help. Obviously, we were down when I went in, so I think I was just looking to give a little bit of energy, and it ended up working out well. I think the people who entered well, and we fought till the end. Tessa, hoe moeilijk waren de eerste 73 minuten? Ik dacht van toch niet weer. Tegen alle verwachtingen krijgen we een tegengoal. En dan weet je, tegen een ploeg als Zwolle wordt het moeilijk. Want zij zakken sowieso heel veel in. Zij geven ook nooit op. Maar gelukkig hebben wij ook niet opgegeven. En we hebben toch die overwinning behaald. Ze lieten jullie totaal niet in het spel komen, hè? Nee, de eerste helft was heel moeilijk. We konden ook heel weinig die diepte vinden. Want dat we de tweede helft beter gedaan hebben, denk ik. Maar het was ook een kwestie van geduld hebben. Want de eerste helft hebben ze heel veel energie verbruikt door te verdedigen, denk ik. En de tweede helft konden ze dat minder opbrengen. Dus dan kwamen ook meer kansen voor ons. En dan is het gewoon zaak om ze te scoren, natuurlijk. Ja, je schiet een speelster tegen de arm op. Scheidsrechter beslist onmiddellijk een strafschop. Ja, die gaat erin. Je schiet hem mooi erin. Linkerhoekje. En dan is Zwolle geknakt. Ja, dat was een kantelmoment. En voor ons belangrijk. En ik denk dat het ook gewoon mijn taak is om om op die momenten er te staan en de focus te hebben. En, ik heb mijn best gedaan en ik ben blij dat we uiteindelijk nog 3 goals gemaakt hebben, dat we 3 punten hebben en dat we direct mee zijn in het klassement. Je krijgt een hele mooie kans. Je komt vrij voor de keeper met rechts. Je kruist ook nog een beetje, maar je schiet hem naast. En een minuut daarna, wat beschrijf dat eens, want dat was toch wel een stuk moeilijker, lijkt me. Ja, ik schoot op de paal, ik schoot er niet naast. Maar die goal was uiteindelijk, of die kans was makkelijker dan die dat ik dan uiteindelijk wel maak. Maar ik denk dat geen enkele spits elke kans afwerkt. Uiteindelijk, de volgende kans zat er dan wel in, dus daar was ik blij mee. En ook een heel mooie goal van Chandra. Dus het kon zeker meer dan 3-1 geweest zijn, maar 3 punten is het belangrijkste. En jullie hebben het publiek toch wat geboden de laatste 20 minuten? Ja, er was aardig wat volk en wat fans, dus dat is altijd leuk voor ons. En ik hoop dat ze de volgende thuiswedstrijd er weer zijn. Ja, Roger, proficiat, meteen de eerste overwinning alweer binnen het huis gehaald. Ja, dat is voor ze verduis, hè. Om het gelijk in het begin in ieder geval te zorgen dat ze die 3 punten hier kunnen houden. Ja, tot aan de 73e minuut kreeg je de penalty. En opeens is het alsof er een volwassen team steekt ten opzichte van die vorige 73 minuten. Nou, ik vond, als het gaat over het verdedigen, dan vond je het ook volwassen. Want wat ik al net zei, vergeef ook geen kans weg. Dus wat dat betreft vind ik dat ook wel volwassen. Alleen, ja goed, wat aan de bal wil ze gaat dwingen daar en zelf gaat meer creëren. Verkreëren er wel een aantal, maar dat is eigenlijk, vind ik, te weinig. Maar met Meerte Moraes heb ze wel een hoop routine in hun hoes gehaald, hè? Ja, dat wordt ook de bedoeling. Als ik kijk naar Meerte en naar Chandra Davidson, Chandra midden 20, 5-26, Meerte achteraan 20. Ja, ik denk dat ze dat ook nodig hebben om de ploeg, om hun team altijd meer stabieler te maken. Dan heb ze Tessa Wöhler, die scoort ook gewoon 2 keer. Kreeg je nog kansen, maar ze zei het zelf ook. Ja, niet iedere kans kan goal zijn. Ja, en zo is het ook. Maar ze is er weer en ze ligt er weer 2 in. Ja, maar dat is ook het extra wapen dat we hebben met Tessa. Moet dat ook niet in de stimulans zijn voor die jongere meiden in die ploeg? Zo'n Tessa, zo'n Chandra en Meerte? Ja, nou, dat probeert ze wel. In het besef komen van, ja, wat wil ze allemaal? Hè? We hebben ook hele jonge, talentvolle meiden.
die hebben voor. Maar goed, als het dan gaat over... En ze hebben heel veel ambities en torenhoge ambities. Maar dan gaat het er ook om van prima, dat is goed. Maar wat moeten we daar dan nog allemaal voor gaan doen? En ja, daar zijn we mee bezig om daar meer bewust van te worden. Dus daar kunnen die jonge meiden kunnen wel weer leren inderdaad van deze meer ervaren meiden. Want dat raadt ze niet met andere voertraining per dag. Ja, maar als ze het wil, dat is meer dan een anderhalf uur vertrainen meer en vertrainen langer. Dus wat dat betreft, maar het is ook boete het trainen. Hè. Als het gaat over rust, als het gaat over eten, als het gaat over dich voorbereiden, ja, dan kunnen we nog wat winnen. Wij vonden ze trouwens de supporter van de dag. Ja, ik weet niet, achter ons wordt continu een aan het schreeuwen en aan het aanjagen. Wie Sammy. Sammy komt ze nog wel eens tegen, hè? Ik kom over hier geregeld tegen. Ja, dat is goed.